Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 57. Heb je de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht op het i'tje, klik erop, zal die aflevering natuurlijk verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie in een outlap. Want ik wil jullie even laten zien dat het regent en we rijden op de droogweerbanden. Het is net niet nat genoeg om naar de intermediates te gaan. Terwijl we daar even heel mooi Matsushita buitenom inhalen. Het is maar een kwalificatie, maar dan alsnog mooi om in de clip te zetten. Volgens mij gaat het ook nog gewoon doorrekenen in kwalificatie deel 2 en deel 3. We zetten paars in sector 2 neer. Ik heb het wat lastig vanwege die regen. Perez zet een 1-23-0 neer. Wij blokkeren daar een klein beetje. Snijden die bocht daar gewoon af. Hamilton met een 1.21.8 en wij komen naar een 1.19.8. Snelste tijd tot nu toe. En dat is ook zo bij de uitslag van Q1. Russell op een tiende. Q2 dan en we rijden op de medium banden. We gaan proberen of wij dit vol kunnen houden. En of we de race aan kunnen aanvaarden eigenlijk. Op die medium band. Ik weet niet wat George Russell doet. Het regent nog steeds licht. Maar Jeff adviseert om op die droge weerbanden te blijven. We schieten wel een klein beetje door. Pakken daardoor een waarschuwing voor de bocht afsnijden. Met een klein beetje moeite. De Vries zet een 1.23.3 neer. Albon naar P4, wij naar P7, omdat we nog geen tijd hebben neergezet. Snijden die bocht daar gewoon af. Het mag allemaal, we krijgen er alleen maar een waarschuwing voor. En wij gaan naar een P1 met een 1.20.1. Verstappen, Hamilton op de soft. En Russell naar P3 op de medium banden. Die gaat dezelfde strategie doen misschien als ons. Interessant, Q3 dan. En het regent nog steeds. We zijn gewoon niet over naar de full wet of de intermediate. Daarvoor regent het niet te hard. En misschien houden we het wel bij deze ene run. Zou wel mooi zijn, want dan besparen we twee setjes banden mee. Twee setjes soft banden om precies te zijn. En die moeten hier goed van pas komen, want inhalen in Barcelona is wat lastig dan normaal. Schiet er wel een klein beetje door. We hebben Charles Leclerc voor ons rijden. We nemen daar een track limit waarschuwing, maar dat is geen probleem. En wij komen hier bij start-finish. Hebben ook de slipstream van Leclerc en we noteren een 1.19.1.2.3. Russell naar P2. Weet niet wat Charles Leclerc hier aan het doen is. Ziet er best wel grappig uit. Daar komt ook een McLaren aanrijden, dus die laten we gewoon voorbij. De uitslag van Q3, wij pakken de pole op bijna 14e van George Russell. Max Verstappen naar P3 op 1,1 seconde. En Hamilton stelt teleur. En Vettel ook. We hebben het maar met één setje soft gedaan. Dus dat is alleen maar goed. Nou, dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Spanje. We vertrekken naar pole position. Naast ons staat George Russell. We rijden allebei op een andere compound dan de rest. Volgen ook misschien allebei dezelfde strategie. Daar gaan we dan voor creëren aflevering 57. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack.
Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out Turn 3 and the terrifying blind right of Turn 9. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Ireland, Carlos Sainz, and Leclerc, Norris, Albon, Hamilton, and Sebastian Vettel, Gasly, Kvyat, Esteban Ocon, and Perez, Delatraz, De Vries, Nicholas Latifi, and Lance Stroll, Giovinazzi, Magnussen, Matsushita, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top? We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Medium hard is de strategie. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrièreaflevering 57 hier in Spanje. We vertrekken vanaf pole position. Naast ons George Russell, achter ons Max Verstappen. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan George Russell. Verstappen is beter weg. Ilott is gewoon naar P4 gegaan. Die is daar ook vertrokken. Maar Sainz heeft hem al gelijk verslagen. En wij behouden dus de leiding in de eerste bocht in ronde nummer 1. Dat is goed om te zien. En Ilott heeft die plek weer terugveroverd van Carlos Sainz. Die rijdt hier zijn thuiswedstrijd en we zetten paars in sector 1 neer. Iedereen goed door de eerste bocht heen gekomen. Dat is mooi om te zien. En Russell heeft al een seconde achterstand op ons. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als we een klein foutje maken en Russell kan hiervan profiteren. Russell zit daar aan die binnenkant. Maar wij verdedigen heel sterk en hij kan er niet langs. Het gat is nu 3/10. Dat is inmiddels aan het vergroten, want wij gooien onze overtakeknop aan. En Sainz zet de snelste raceronde met een 1.18.4. Hij is een 1/10 sneller dan mijzelf. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Russell nog steeds op 16e. Gasly naar P3 op 7,4 seconden. Wij pakken dat snelste raceronde af met een 1.17.7. Dat is goed om te zien. En Russell en mijzelf zijn gewoon weggereden van de rest. Zoals ja, tot nu toe in seizoen 5. Want onze auto is gewoon veel en veel beter. Het is daar geel in sector 2. Er rijdt iemand langzaam. Dat is een McLaren volgens mij. Terwijl we een momentje oversteer hebben op de exit. Het is Lando Norris die uitvalt. De eerste uitvaller van de dag heet Lando Norris. En Russell zit in mijn slipstream. Kijkt misschien naar die buitenkant. Remt wat later, maar dat mislukt. Nog eens een auto is inmiddels weer weggehaald. Safety car, want er is iemand uitgevallen. Dat is Pierre Gasly. Die heb ik even niet in de video gezet. En we duiken naar binnen, want dit is een perfect moment. En Russell duikt ook naar binnen. We gaan een... Een dubbele pitstop maken bij het team. En ik denk dat dit goed uitloopt, omdat Ocon nog zich aan zijn snelheid moet houden. We komen in ieder geval voor Ocon weer de waan op. Hoe zit dat met George Russell? Behoudt hij zijn leiding? Ocon duikt naar binnen. Kvyat blijft buiten. Nee, dat zeg ik fout. Kvyat blijft binnen. Sainz blijft buiten. En Russell is gewoon naar P2 gegaan. Dat is goed. En rijdt op dezelfde compound als mijzelf. We volgen ook gewoon dezelfde strategie. En dan komt het zo meteen aan wanneer er weer een herstart plaatsvindt. Heel veel jongens duiken naar binnen.
en Russell rijdt achter ons. Sainz is inmiddels ook aangesloten bij de safety car lijn. In ronde nummer 15 vindt Bernd Mailänder het genoeg en hij gaat de pits opzoeken en wij zijn nu eigenlijk de safety car. Want wij mogen het tempo gaan bepalen en we gaan het lekker rustig aandoen. Een kleine tactiek met Russell spelen, een beetje yo-yoen wanneer we op het gas en op de rem gaan staan. Zodat Russell in één keer verrast wordt en dat wij een voorsprong pakken van zoveel tiende. Het gat is nu nog 15, we doen het lekker rustig aan. Kvyat naar P5, Ocon naar P4 en Sainz omdat hij niet is gestopt naar P3. De safety car is naar binnen gedoken. We doen het heel rustig aan. En gooien nu het gaspedaal in. We trappen nu het gaspedaal in. En Russell is gewoon gezien. Dat gat is gewoon 18e. Russell was niet wakker gebleven tijdens de herstart. En dat betekent dat we al een grote voorsprong hebben naar onze teamgenoot. Het gat is 17e, 16e inmiddels, want het is hier nu aan het verkleinen, want hij komt op snelheid. Een tiende sneller in sector 1, om precies te zijn. Sainz heeft al een achterstand van 1,8 seconden. Ocon heeft al een achterstand van 2,4 seconden en Dani Kvyat rijdt gewoon 3 seconden achter ons. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als we een klein foutje maken en Russell kan daarvan profiteren... Nee dus, ik dacht van wel, maar niet. Dat kan hij hier dan nu wel bij het DRS gedeelte meer snelheid uithalen. Oh, sorry. Dat klopt niet, want DRS is nu pas beschikbaar gesteld. En in ronde nummer 22 gaan we naar binnen voor onze laatste pitstop naar de medium banden. Dat gaat ook gelden voor George Russell, alleen de vraag is wanneer hij naar binnen duikt. Groen in sector 1, 88.000ste sneller en Russell zat daar aan die buitenkant, maar dat lukte niet, want wij hielden het gaspedaal in en we zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Carlos Sainz duikt naar binnen. Russell zit daar aan die buitenkant, kijkt daar ook aan die buitenkant, maar dat lukt niet George, we moeten het op een andere plek proberen. Ook kon ik Fiat rijden gewoon ook door, Verstappen is naar die medium band gegaan. In ronde nummer 20 zitten we alweer als een kleine fout maken. Kleine fout, een grote fout zelfs maken. En Russell zit eerste rang. Kan hier misschien ook aanvallen. Doet hij dat ook? Dat doet hij niet. Hij wacht. Russell wacht. Maar we hebben het lastig. Want we voelen gewoon de druk van onze teamgenoot. Zo simpel is het. En daar kunnen wij gewoon niks aan veranderen. Duikt George Russell dan nu naar binnen? Ja! George Russell gaat een undercut proberen op ons. En wij gaan dus naar deze ronde naar binnen, in ronde nummer 22 van de wedstrijd. Russell gaat nu naar die medium band. Wij gaan zo meteen naar die medium band. En wij gaan nu pushen als een gek om ervoor te zorgen dat Russell ons niet undercut. We duiken dus naar binnen. En gaan dus voor de medium band. Ook Ocon en Kvyat duiken naar binnen voor hun laatste pitstop. Perez rijdt gewoon denk ik door op die harde band. Nick de Vries duikt naar binnen. En wij gaan dus naar de medium banden. Waar is George Russell? Kom nu over start finish. En we hebben Russell geovercut. Dat is goed om te zien. Russell geovercut. Daar zal hij niet blij mee zijn. Maar wij wel. Want we hebben vers gebanden. En zijn voor onze teamgenoot beland. En we zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. Nog 11 ronden te gaan.
Een ronde later in ronde nummer 23 en daar hebben we dan nummer 2 rijden, Lance Stroll. En we vallen hier al gelijk aan die binnenkant, dat scheelde niks. Maar het is toch gelukt en Stroll gaat George ophouden. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Sergio Perez, die rijdt ook op die harde banden. En ik denk dat hij dit niet gaat overleven. Een ronde later in ronde nummer 24. En ik denk dat het hier dan al is gebeurd. Aan die binnenkant. Perez is gezien voor de leiding in de wedstrijd. En Russell profiteert gelijk mee. Dat is goed. Dan gaat het nu nog tussen mij en George Russell. Maar ik denk dat wij hem gewoon binnen hebben. Want er zijn nog maar niet zoveel rondes te gaan. Ik denk ongeveer een ronde of 9. We moeten gewoon goed omgaan met die ERS en de fuel. En dan zit het wel goed. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Het gat naar George Russell is 15e. Dat is al de hele wedstrijd zo. We zitten in ronde nummer 32 van de wedstrijd. De laatste ronde gaat zo meteen in. Het is wat bewolkter geworden in Spanje. Maar er is geen regen voorspeld. Het gat naar George Russell is 16e. Perez hebben we gewoon zoek gereden op 15,7 seconden. Matsushita is naar P5 gegaan. Hoe heeft hij dat gedaan? Want ook zijn teamgenoot rijdt in de punten. Beide Alfa Romeo's rijden nu in de punten. Door een hele goede strategie. En Red Bull, Ferrari en Mercedes schieten zichzelf in de voet. We zetten groen in sector 1 neer. Het gat naar Russell is 15e. Ik denk dat we daar genoeg aan hebben. IRS open gezet. Rood in sector 2, 2/10 langzamer, maar dat is geen probleem. Nog een paar bochten te gaan en dan winnen wij alweer een grote prijs. Dan is het onze 5e achtereenvolgende overwinning in seizoen 5. Tot nu toe hebben we alle wedstrijden gewonnen die we hebben verreden in seizoen 5. Russell gaat naar het podium na 2 mindere wedstrijden. Een mooi resultaat. We pakken de volle buit in Spanje en we gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Azerbeidzjan. A nearly flawless performance here then and a commanding victory. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs. Russell pakt als snelste race van het punt. Perez naar P3. Matsushita gewoon naar P5. Giovinazzi naar P6. Doen ze gewoon goed. Stroll naar P4. Dat is gewoon heel goed gedaan. Allemaal met een 1-stopper. En Russell en mijzelf met een 2-stopper. Gewoon 1 en 2 gefinished. Pakken weer de volle buit. Hamilton stelt teleur. Gasly en Lando Norris uitgevallen in de wedstrijd. 52 punten verschil naar George Russell. En Russell pakt Verstappen voor P2 in het klassement. Nog steeds de leiding in het constructeurskampioenschap. Met 128 punten verschil naar Mercedes.
Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Beloon het dan met een dislike. En vertel me ook waarom jij niet hebt genoten. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Creamer content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Creamer Mode. Ga verder in Azerbeidzjan.